Hallo, dit is Tuinieren met Ad. Ik wil het hebben over de lavendel. Ook thuis door de coronacrisis. Gelukkig kunnen we nog. Tuinieren. Lavendel is best een lastige plant in de tuin. Want we kopen hem natuurlijk als klein bolletje. En dan de eerste paar jaar gaat het hartstikke goed. En dan ineens is hij te groot. En dan denk je, oei, hij moet kleiner. Ik ga hem snoeien. Maar dan hebben we vaak een probleem. Want als je hier kijkt, dit is een lavendel die helemaal is uitgegroeid. En deze is eigenlijk niet zo goed meer te snoeien. Want als je deze lavendel terug wil snoeien, dan zou je zeggen, van nou, dan knip ik hem hier, of knip ik hier, of knip ik daar, knip ik hem terug. Dan heb ik weer een mooi klein plantje. Helaas, dat kun je doen, maar dan gaat de lavendel niet meer uitlopen. Hij loopt dus niet meer uit op oud hout. Dus hoe behandel je dan zo'n lavendel als dit, wat je heel vaak tegenkomt in tuinen? Nou, wat we dan doen, is eigenlijk, we verjongen hem bovenop. En dat betekent dat we met een snoeischaar, maar je kunt het ook gewoon doen met een huishoudschaar, een gewone doodnormale schaar, dat we als het ware al die kleine puntjes eraf knippen. En zo knippen we hem weer een model. Links en rechts kun je best een wat zwaarder de tak wegknippen, omdat hij dan wat meer, in dit geval, wat meer langs dat muurtje gaat groeien. Hij staat ook hoog, dus het is een beetje andere plek dan normaal. Op deze manier kan het, maar je snapt, als wij de hele dag zo moeten knippen met een snoeischaar, dan wordt het niet wat. Dus, daar hebben wij het volgende op gevonden. Wij doen met de heggenschuif. Op deze manier kan de lavendel van het voorjaar weer gewoon uit gaan lopen, van de zomer mooi bloeien. En elk jaar snoei je hem terug naar deze hoogte. Dan blijft het zo'n plant als het nu is, maar je blijft wel bloem houden en hij wordt wel steeds compacter. Tot zover!